Nou, we staan hier bij een te gek dingetje en ik ben benieuwd wat er gebeurt als ik hem aan ga zetten. Nou, hier zien jullie hoge drukverneveling. Met ongeveer 100 bar wordt er water door de leiding geperst en dat komt daar bij een heel klein gaatje uit. En op die manier ontstaat een hele fijne nevel van water. Nou, wat is nou het leuke van die hele fijne nevel? Dat is dat de planten niet worden nat gespoten, maar dat er wel water in de kas wordt gebracht. Dat water dat verdampt voordat het bij de plantjes is en op die manier zorgt het voor verkoeling. Nou, naast die verkoeling zorgt het ook nog eens voor een hogere luchtvochtigheid. En ook dat vinden planten fijn onder hete omstandigheden. Dus zo'n dag als vandaag is helemaal niet verkeerd als de RELDER of de hoge drukverneveling af en toe even aanstaat.